Bruges-regio in België die het hardst getroffen is door de economische crisis. Dit jaar nog sluiten verschillende bedrijven de deuren. Het meest bekende bedrijf is Fort Genk. Naar schatting 12.000 Limburgers verliezen hierdoor recht en onrechtstreeks hun job. De provincie Limburg heeft daarom een strategisch actieplan uitgewerkt dat werkgelegenheid moet creëren. De bouwsector is een van de sectoren die een antwoord kan bieden op de vraag naar nieuwe werkgelegenheid. Daar ligt eigenlijk de essentie van het verhaal. 1. Zorgen dat er gebouwd wordt. 2. Dat wij als overheid stimuleren dat als het niet kan via de mogelijkheden van de vrije markt. En 3. Uiteraard zorgen dat we vakbekwame mensen hebben die dan kunnen voldoen aan die nieuwe normen qua energie, qua duurzaamheid. En dat is nu net wat onze provincie wil bereiken met het strategisch actieplan. Jongeren meer kansen geven op de arbeidsmarkt door een vakbekwame opleiding, zoals hier aan de Hasseltse Hogeschool. Die vakbekwame mensen zijn natuurlijk enorm belangrijk voor ons, want dat is de werkstelling voor de eigen provincie. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk in die bouwsector ook alle mogelijke nieuwe technieken moeten in gang brengen, moeten innoveren. Vloerverwarming, dan moet je een shop. Studenten van de afdeling bouw krijgen de kans om samen met coaches uit de bedrijfswereld aan bestaande projecten te werken. Met onze groep hebben wij het project gekregen, Debbie 2. Dat is eigenlijk een villa met een kelder en met een patak en dergelijke. Wij moeten dan eigenlijk alle technieken dat een dag van vandaag bestaan, regenwaterrecuperatie, vloerverwarming, warmtepompen, moeten wij er eigenlijk in verwerken. De bedoeling is dat het live projecten zijn. De woningen die ze nu bestuderen, dat zijn woningen die ofwel nog in opbouw zijn, ofwel heel recent gebouwd zijn. En wij proberen met architecten en eventuele andere personen plannen vast te krijgen die heel recent zijn. Waardoor dat we toch zeker bij zijn met de bouwtechnieken die er toegepast worden. Ik vind dat super, omdat je leert eigenlijk door mensen die uit de arbeidswereld komen, leert je heel veel bij. Als wij afstuderen, gaan wij zo'n project krijgen. Het is niet dat ze ons iets leren wat we nooit gaan zien. We leren iets, we studeren af en we gaan dat doen. Limburg krijgt hierin ook de steun van de Vlaamse regering. Die stimuleert al langer innovatieve maatregelen. We hebben fantastische universiteiten en hogescholen die ook echt inzetten op permanent zorgen dat die opleidingen aangepast worden aan wat de samenleving en het bedrijfsleven wil. En die goede contacten tussen werkgevers enerzijds en de schooldirecties anderzijds leiden ertoe dat onze opleidingen echt wel heel sterk gemoderniseerd zijn. Bram van Doren van de Universiteit Hasselt krijgt een rondleiding op EBEMA. Een bedrijf dat zich bezighoudt met bestratingsmaterialen in beton. September 2014 starten wij met een nieuwe opleiding, postgraduaat innoverend ondernemen. En het belangrijkste facet van die opleiding is eigenlijk de innovatiestage, waarbij we de studenten in contact brengen met innoverende bedrijven of bedrijven die wensen te innoveren. En als we over innoveren spreken, spreken we over EBEMA. We zijn op verschillende manieren bezig met innovatie. We beginnen met productinnovatie. We willen graag een aantal producten op de markt brengen. We spreken over andere kleuren, andere formaten, andere nabehandelingen. Wij gaan studenten hier uitnodigen. Wij verwachten dat ze gaan innoveren en dat ze echt gaan waarde creëren, dat ze waarde gaan realiseren. De Hogeschool PXL en de Universiteit Hasselt slaan de handen in elkaar. Samen met de Confederatie Bouw richten ze de Construction Academy op. Een project om mensen die aan het werk zijn in de bouwsector ook de kans te geven om bijkomende opleidingen te volgen, om die nieuwe technieken goed te kunnen uitvoeren. Nieuwe technieken die te maken hebben met nieuwe isolatiematerialen, nieuwe materialen om te plaatsen. En om het goed te doen, moet je eigenlijk ook goed les krijgen van gespecialiseerde mensen. En daar gaat de Construction Academy toch wel een goed antwoord bieden. De bedrijfsleiders en werknemers van de toekomst worden dus nu al klaargestoomd voor de uitdagingen in de bouw van de komende decennia. Ik ben er ook van overtuigd dat wat onze scholen doen en onze universiteiten doen, als dat goed opgepikt wordt door onze bouwbedrijven, dan gaat dat ook aantrekking hebben van buitenaf en gaan we ook echt die nieuwe modellen kunnen uitdragen buiten Limburg.